In het kader van Culturele Hoofdstad heeft Galerie Sofier 11 Friese schilders gevraagd het mooiste en bijzonderste van Friesland te schilderen. Van alle 11 kunstenaars heeft Galerie Sofier een portret gemaakt. Mijn passie voor kunst komt eigenlijk bij mijn moeder vandaan. Al vrij jong zag zij in mij dat ik heel erg van tekenen hield. En ik was ook als kind altijd aan het tekenen en aan het schilderen. En ik denk dat ik een jaar of 9 was toen ik al tegen mijn moeder zei van... Mam, ik wil naar de kunstacademie. Dus dat was vrij vroeg. En daar heb ik ook altijd aan vastgehouden. Er is ook eigenlijk niet een andere studie waar ik naar heb omgekeken. Eigenlijk gewoon meteen dat ik wist, ik ga naar de kunstacademie. En na het voortgezet onderwijs ben ik dan ook op Minerva beland. Tijdens Minerva heb ik het in het begin vrij moeilijk gehad. Want de docenten die wilden me eigenlijk alles laten proberen. En dat is natuurlijk ook de bedoeling daarvan. Je moet zoveel mogelijk proberen en kijken wat je leuk vindt. Maar ik ging er eigenlijk al heen met een doel. Ik wil schilderen en ik wilde ook leren schilderen. En in het begin was niet iedereen dat met me eens. Maar uiteindelijk kwam ik dus docenten tegen die me daarin wel steunden. En toen ben ik het eigenlijk pas ook leuk gaan vinden. En na Minerva, toen wilde ik dus alsnog heel graag leren schilderen naar waarneming. Ik schilderde vooral en voornamelijk naar foto. Dus toen ben ik de Klassieke Academie in Florence, heb ik een cursus gedaan en daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Met mijn afstudeerproject won ik het COBA de Groot stipendium. En daarvoor moest ik keihard aan de slag om nieuw werk te maken voor Museum Martena. Maar in de maanden daarnaartoe kreeg ik de vraag of ik een jonge pimpelmees wilde verzorgen. Nou ja, natuurlijk wilde ik dat wel, want ja, wanneer maak je zo'n beestje van dichtbij nou mee? Maar dat beestje was een dagtaak. En om toch door te kunnen blijven schilderen, zet ik mijn haar in een knot. Zo heb ik het eigenlijk altijd als ik schilder. En daar zet ik het zo in, van ja, waar moet ik ermee heen? Dus ik zet het in mijn haar en daar ging het ook echt zitten alsof het in een nestje lag eigenlijk. En daar is dit schilderij uitgekomen. Later, na een aantal dagen, heb ik besloten om het naar de Vogelhelling in Ureterp te brengen, zodat zij het nog beter konden begeleiden en uiteindelijk is het daar uitgevlogen. Nou, we zijn hier vandaag op de Vogelhelling in Ureterp. En in 2015 ben ik hier geweest omdat ik een jonge pimpelmees had. En die moest naar de opvang gebracht worden. En zodoende ben ik hier beland. En ja, dat was hier toch wel een paradijs voor vogels, maar ook voor zoogdieren. En dat heeft me zo geraakt, want ik was hier toen midden in de zomer, zijn die nu in de winter. Maar het is het hier prachtig en je ziet het wel gewoon mooi met die bomen en alles. En ja, een feestje hier om te komen. De mens. Dat is wat me altijd al heeft geïnspireerd. Iets wat natuurlijk door de eeuwen heen ook altijd bijzonder is gebleven.
Daarnaast ook dieren, natuur. Dat vind ik ook wel, dat is natuurlijk iets heel bijzonders. Maar de mens vooral. Ik denk dat dat is ontstaan bij Leonardo da Vinci met de anatomie die hij, waar hij altijd mee bezig was. Dat vond ik toen ik jong was ook altijd heel interessant. En later, ja, dan komt daar zoveel meer bij kijken. De psychologie ervan en filosofie. Maar ja, en daarbij komt dan ook de mythologie, sprookjes en dergelijke. Dat vind ik ook wel heel interessant. Vorig jaar en het jaar daarvoor ben ik heel veel in Wenen geweest. En daar kwam ik op een tentoonstelling van Frans van Stuck. En daar zag ik zijn schilderij van Medusa. En dat is ook een mythologisch figuur die mij ook al heel lang heeft aangesproken. En daar wilde ik ook altijd al iets mee doen. En ik had eigenlijk ook al een idee van hoe ik dat wilde gaan doen. Maar toen ik zijn schilderij van Medusa dus zag, toen dacht ik, ja, ik wil iets met die ogen doen. Maar dan komen nog de slangen. Waar haal je die vandaan? Ja, je kunt natuurlijk afbeeldingen gebruiken, maar ik wilde toch ook wel slangen in het echt ervaren. Dus daarvoor ben ik naar Repticura geweest in Leeuwarden. En zodoende mocht ik ze vasthouden en dan zie je de structuur van de slang natuurlijk beter. Maar je voelt ook echt de spieren die in jouw handen, om jouw handen heen knijpen eigenlijk als het ware. En zo'n slang, dat kun je niet voorstellen. Want mensen die denken vaak van het is heel glibberig en heel glad. Maar ze zijn eigenlijk vrij schoon en je moet je ook helemaal desinfecteren. En ja, dat is echt één bonk spier die over je huid heen glijdt. Dus dat was wel heel bijzonder. En zodoende ben ik dan tot dat schilderij gekomen. Ik heb als onderwerp gekozen een eigenzinnige, echte Fries. En na lang wikken en wegen heb ik besloten dat Laurens Almatarema dat voor mij wel heel erg is. Ja, deze man, hoewel hij niet zijn heil heel erg in Friesland vond, is het natuurlijk wel in hart en nieren altijd een Fries gebleven. En zijn schilderijen zijn zo inspirerend. Natuurlijk, hij wil altijd een verhaal vertellen. Maar het gaat natuurlijk ook om de uitbeelding daarvan. En zodoende heb ik dus gekozen voor een detail uit zijn schilderij De Roos van Heliogabalus. En dat zie je hier ook achter mij.